Ik ben Mart, ik ben 21 jaar. Ik woon in Utrecht sinds 2017 en ik studeer hier ook. Toen ik voor het eerst dacht dat ik geen meisje was, was ik denk ik een jaar of 6. Maar dat was niet per se heel bewust. Maar dat was voor het eerst dat ik ergens liep zo'n beetje stoer doen. En dat ik dacht, hoe doe ik dit later als vrouw eigenlijk? En ik denk toen ik 12 was of zo, toen ik naar de middelbare school ging, toen ging ik weer echt als vrouw kleden. En toen wist ik wel zeker, ja, dit past niet bij mij. En pas toen met het programma Hij en Zij, wat over transgenders ging, toen dacht ik echt, oh, dat ben ik. Ik heb het op mijn middelbare school verteld in klas 3 was dat volgens mij. En ik had het mijn mentor al eerder verteld en zou ik het samen met hem aan de klas vertellen. En we hadden van alles doorbesproken en daar heb ik me helemaal niet aan gehouden. Want toen zat ik daar en toen dacht ik, oh ja, ik weet nog precies de zin was. Veel mensen denken altijd dat ik een jongen ben. Denk zelf eigenlijk ook. En zo heb ik dat toen verteld en toen heb ik verder een beetje het traject uitgelegd. En daarna was het, ja, als je vragen hebt mag je dat gewoon vragen. Ja, en toen zei iemand al van, ja, maar dit wisten we toch eigenlijk al lang. Eerst de diagnostische fase duurde heel lang en toen mocht ik uiteindelijk aan hormoonremmers. Vond ik eerst heel stom, want op zich is dat vanaf 16 en na 16 mag je aan testosteron. En ik was nu 17, dus ik dacht, ja, maar waarom ik niet in één keer? Maar dat was gewoon omdat ik nog heel veel vrouwelijke hormonen al in mijn lichaam had, want ik was de vrouwelijke puberteit al door. Dus dat vond ik eerst heel stom, maar dat duurde 4 maanden, volgens mij 4, 5 maanden. En toen kreeg ik testosteron en ja, in het begin merkte ik er helemaal niet zoveel van. En na een half jaar of zo, toen begonnen echt mijn stem begon te zakken. Mensen begonnen het aan me te zien dat de dingen veranderden. En ik had dat had ik zelf helemaal niet zo erg door, maar juist de reacties van buitenaf, dat deed met mezelf juist weer heel veel. Ik ben wel een tijdje heel erg ongelukkig geweest, depressief ook wel. Het kwam eigenlijk gewoon dat ik niet gelukkig was in mijn eigen lichaam. En zelf op zich goed wist wat er aan de hand was, maar het eerst voor mezelf wilde houden omdat ik bang was dat anderen het niet zouden accepteren. En uiteindelijk toen kwam ik ervoor uit en toen gebeurde er eigenlijk niks mee. Daardoor kreeg ik ook heel erg het idee van, ja, zie je wel, niemand kan me hiermee ook helpen. En dat is naarmate ik meer mezelf word en testosteron doet meer zijn werk, ik heb een operatie gehad. In mijn lichaam ben ik gewoon gelukkig en de andere dingen uit mijn verleden worden ook opgelost. Ja, nu ben ik hier en kan ik in ieder geval weer oprecht lachen en dat allemaal.